Hi Kreeft, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandelaar. En deze week is het voor week nummer 43. En dat is van maandag 23 oktober tot en met zondag 29 oktober. De kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Lijkt het Kreeft alsof deze week er zomaar iets kan gebeuren wat de hele boel zomaar op zijn kop gaat zetten. En je bent nog even aan het twijfelen, oh jee, wat moet ik hiermee? Maar het lijkt eigenlijk een soort cadeautje te zijn. Ik heb het idee dat het wel betekent dat je bepaalde situatie even moet laten rusten, dat je daar even afstand van mag nemen, maar dat je mag genieten van de situatie die daarvoor in de plaats is gekomen. En dat is een stukje wat je even wat lastig vindt, maar je zult zien op het moment dat je er eigenlijk in meegaat en weet dat het andere stukje waar je misschien mee bezig was, even moet wachten, maar dat het zeker niet helemaal klaar is, dat het vooral een wachtstukje is, lijkt je daar eigenlijk heel veel positiviteit uit te halen. Want het lijkt zich om te wisselen voor een situatie waarin je eigenlijk heel positief bent, waarbij je heel veel kunt gaan bouwen naar de toekomst toe. En dat ene stukje wat er dan misschien nog net niet is, maar wel om even moet wachten, dat lijkt een stukje te zijn waar je misschien wel heel erg op gerekend had. Maar zie dus ook dat er echt een stuk ligt waar je heel erg tevreden en blij mee gaat zijn, als je het in ieder geval een kans wilt gaan geven. Dat was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.